22 van de Ilias staat eigenlijk helemaal in het teken van de dood van Hector, een van de eigenlijk de belangrijkste held van Troje uit de Ilias. Want het tweegevecht tussen Achilles en Hector is misschien wel het bekendste stuk wat in de Ilias voorkomt. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb altijd een zwak gehad voor Hector in de Ilias, veel meer dan voor Achilles. Komt misschien ook omdat Hector meer relief krijgt in de Ilias, omdat hij al een ontmoeting heeft gehad met Andromache, een afscheid heeft gehad van zijn vrouw, zijn zoontje, omdat hij het echt daadwerkelijk opneemt voor iedereen die hem dierbaar is en uiteindelijk al vanaf het begin vaststaat dat Troje zal vallen en dat hij het onderspit zal delven. Dus Hector is bij mij altijd de meest sympathieke held geweest uit de Ilias. Voor heel veel mensen is dat Achilles. En beide komen in deze passage. Nou, nee, niet beide komen in deze passage. Worden in deze passage belicht. Nee, het meest wat belicht wordt in deze passage is de smeekbede van Priamos en Hecabe, dus de ouders van Hector, ten overstaan van Hector, om alsjeblieft niet het gevecht met Achilles aan te gaan. Nou, Achilles die komt wel aandraven het strijdgewoel in na de dood van Patroklos in boek 16. En dat doet hij dus op een ontzettend heftige manier. Ik kan me dat gevoel ook wel voorstellen in de zin van Patroklos is overleden, hij is door Hector gedood en nu komt Achilles verhaal halen. En de begin van de 22e boek van de Ilias zet een ontzettend beroemde vergelijking van Achilles met een ster. En dat is deze ster tegenwoordig, Sirius. Oftewel de hondsster, wat een dubbelster blijkt te zijn, omdat die om elkaar heen draaien. Die maakt een heel raar patroon aan de hemel. Dus uiteindelijk is men daarachter gekomen dat het niet om één ster gaat, maar eigenlijk om een aantal bij elkaar die om elkaar heen draaien. He, dus je hebt Sirius A, B, C hier. Nou, Sirius A is natuurlijk degene die het eerste ontdekt is. En die hondsster, die wordt zo meteen van belang, omdat dat de ster is waarmee Achilles vergeleken wordt. En Priamos, die hier in vers 25 al genoemd wordt, die ziet hem al aankomen en die is vol huiver. Nou, Priamos, en dat is dan Hogeron, de grijsaard, de oude Priamos. Zag hem, en dat hem dat gaat over Achilles, die komt eraan gerend. Iden, natuurlijk van Horao, zag als eerste hem oftalmooi zien met zijn ogen. En bij Ton, bij die Achilles worden dus twee participia dan nog bijgezet, namelijk die was Pamphaenonta. Dus hier is de alfa geëlideerd. Die was schitterend als een ster. En Episimenon pedioio en aanstormend over de vlakte. Ik zie hier hoos te staan. Dat te, wat hier staat, vertel ik niet als en. En dit is misschien wel de passage waarin dat het vaakste voorkomt. Vandaar dat ik hem nu allemaal een beetje donker maak en ook vet. Want dit te is een speciaal soort te. Kom ik zo meteen op terug nadat ik ze alle vijf de revue heb laten passeren. Dus Achilles komt daar aan schitterend als een ster. Daar horen zo meteen twee bijzinnen bij, namelijk Hos Ratoporaes en Hontecunorionos. Nou, Hos is nominativus, Hon is zo meteen accusativus. Ik zie aan het accent dat het een relativum is. Hos verwijst terug naar die ster, dus een ster die Hoporees in de nazomer ijzen gaat. Letterlijk van ijmi gaan, die dus in de nazomer opkomt. En dan stopt de bijzin.
En dan gaat er een hoofdzin verder. En hoi is hier eigenlijk dativus. Dus voor hem, dat vertaal ik je met zijn. Aridzeloi augai, de zeer schitterende stralen. En zijn zeer schitterende stralen. Phainontai, schijnen. Dat doen ze op twee manieren, met twee bepalingen. Ten eerste poloisi, met astratie. Te midden van vele sterren. En nu kan ik dat aridzeloi ook nog een keer predicatief vertalen. En zijn stralen schijnen zeer schitterend. Die eeuwig moeten. Te midden van vele sterren. Nuktos, genitivus amolgoi, in het duister van de nacht. En dat gaat over die ster. En dat blijkt zo meteen die Sirius te zijn. En dat blijkt uit deze bijzin. Honte kunnurionos epikleisin kaliousin. Kaliousin van Kaleo. Usi, derde persoon. Zij noemen die zij met een bijnaam noemen de Kuna Orionos. De hond van Orion. Dus dat noemen ze de hondsster. Ziet hier al een aantal keren te staan wat ik niet vertaald heb. En bewust niet. Komt zo. Deze passage komt nog een keer in beeld, maar ik ga eerst verder met Lamprotatos men ho esten. Hij is weliswaar zeer schitterend. Maar, en dus men, de vertaal ik niet vaak, maar als er men staat, vaker wel. Dus men is weliswaar, dat betekent de zeker, maar, en dit is van Tycho in perfectum, hij is in het verleden zo vaak al gezien dat hij nu in het heden een slecht, een kakon, sema, teken is gebleken. Een sema is een teken, semantiek komt daar vandaan, soma is lichaam, is een ander woord. Je mag dit ook gewoon vertalen met is, maar hè, in dat te wat hier aankomt, dat heeft ook nog wel een beetje te maken met het perfectum, kom ik zo op. En wat doet hij nog meer? En nu krijg ik weer zo'n te. En hij brengt pollon, pureton, veel koorts. Voor wie? Voor de deiloisi brotoisen. Dus allebei datives voor de ongelukkige mensen. Nu heb ik die hele ster beschreven gehad. Dus die vergelijking. Hij kwam aan zoals een ster. En hier komt dan hetgene wat afgebeeld is. Zo elampe schitterde peristetesi rondom zijn borst, het galkos, het brons, toe van hem, van Achilles, Theontos, nog even erbij, terwijl hij rende. Nou, nu kom ik op die tus. Ik pak die vergelijking er nog even bij. En dan zie ik een aantal keren tus staan. Hoste, hoste, honte, kakonte, kaite. Nou, dit te, vaak wordt dat vertaald met en, maar niet in deze gevallen. Er zijn namelijk een aantal gevallen waarbij je het te niet hoeft te vertalen, maar waarbij te iets anders aangeeft, namelijk iets wat permanent regressief is. Dat wordt in veel boeken anders genoemd, maar ik hecht echt aan het woord permanent regressief, omdat permanent regressief is echt een taalkundige term die daarvoor gebruikt wordt. Wil namelijk zeggen dat iets altijd zo is, of dat het altijd ook zo geweest is, en dat in het verleden gebleken is dat het altijd zo is, en dat het dus ook in de toekomst altijd zo zijn. Dus het heeft te maken met een soort van algemeen iets. En dat kan op drie manieren in het Grieks aangegeven worden, namelijk hier, hoste, zoals nou eenmaal altijd een ster is. Dat is permanent. Hij kwam aanrennen als een ster. En zoals wij de ster kennen. Het kan ook voorkomen in relatieve zinnen. Hoste en hier ook honte. Een ster die in de nazomer altijd opkomt. Dat is ook permanent. Of die de bijnaam, die ze met een bijnaam hond van Orion hebben genoemd. Dat is altijd ook altijd zo. Of in algemene waarheden. En die ster, dat is altijd een
slecht teken en die brengt altijd ongeluk voor mensen. Dus je mag hier vaak bij denken altijd. Het is in het verleden zo geweest dat het zo gebleken is en nu is het altijd. Vandaar dus ook hier dat perfectum bij dat te tuktai. Nou, dat te, als dat te zo gebruikt wordt, dus als het te permanent regressief gebruikt wordt, spreek je van een episch te. Dat is onderzocht door de, nou, in mijn opzicht te weinig geroemde professor Dr. Ruig van de Universiteit van Amsterdam, van de UvA. In 1971 schreef deze man het werk, en ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb het zelf gedeeltelijk gelezen, niet helemaal, want het is heel dik, Autour de te épique. Die man heeft allerlei schema's gemaakt over hoe vaak dit te nou voorkomt in Homerus. En in hoeverre heeft dat vergelijken met elkaar, in hoeverre komt het voor in de Ilias, hoe vaak komt het voor in de Odyssee, hoe vaak komt het procentueel voor in de Ilias, hoe vaak komt het procentueel voor in de Odyssee. En dan blijkt dat dat epische te in de Ilias vaker voorkomt dan in de Odyssee. De boeken in de Odyssee zijn sowieso altijd wat korter dan in de Ilias, maar procentueel gezien, en daar gaat het dan om, komt een episch te vaker voor in de Ilias en in de Odyssee. Dan moet je dus alle te's gaan tellen voordat je voor de invoering van de computer als het ware. Dan ben je toch wel even bezig. Deze man, professor Dr. Ruig, die kende ook een heel groot gedeelte van de Griekse literatuur gewoon uit zijn hoofd. Die kon ook aankomen met een plaats, een gemeenplaats van, oh, u bedoelt natuurlijk uit Euripides, vers nummer dat. En dan citeerde hij dit. Die man is fenomenaal. Dat is een van de meest gerenommeerde klassici van Nederland geweest. Dus onthoud die naam. Nou, onthoud die naam. Misschien kun je hem wel opschrijven hoor, op een examen. Maar het gaat met name om dit episch gebruik van het woordje te. Zo ziet de goede man, of zo zag de goede man eruit, want uiteindelijk is hij in 2004, als ik me goed herinner, ergens in april, overleden op een bankje in het Vondelpark. De man had een enorm grachtenpand aan de Keizersgracht, volgens mij in Amsterdam, en stelde altijd een kamer ter beschikking aan een studerend klassicus. Nou, dit is echt de klassicus van Nederland. Echt wereldwijd geroemd. En schrijft nog in het Frans ook. Het man was echt heel erg goed. Met name in Homerisch Grieks. En dan met name in het epische te. Althans, dat is zijn belangrijke, of niet zijn belangrijkste, maar wel zijn bekendste boek. Dus onthoud dat. Nou, dan gaan we terug naar dat, naar die vergelijking. Zo schitterde rondom zijn borst het borst van hem terwijl hij rende. Nou, Priamos staat op de muur. Die begint dus met jammeren. Priamos, of de grijsaard, jammerde. Hij begon te jammeren. Het is een aoristus. Ik zou dat zo ook vertalen. Hij begon te jammeren, want hij ziet hem aankomen en dan start in de aoristus de handeling. En wat begon hij nog meer te doen? En hij sloeg op zijn hoofd. Hij ekopsatot kefalein. Gerzin, met zijn handen. En hij doet nog iets en dan wordt dat herhaald. En dan wordt het nog wel chiastisch gehaald. Hè, want nadat hij die handen dus naar boven, upsose, had opgeheven. Hier zit zo'n leuk suffix nog bij. En nadat hij dus hard gejammerd had, egegonai. En dit lijkt een plusquamperfectum, maar dat is het niet. Het is gewoon een imperfectum van gegoneo. Dat is een werkwoord. Luid roepen. Riep hij luid. Lysomenos philonvion. Zijn dierbare zoon, of zijn zoon smekend. Hè, want philon mag je vertalen met zijn zoon. Of met zijn dierbare zoon. Smekend. Maar die dierbare zoon, maar hij, die hestekei, die stond proparoite pulaon, voor de poort. Die stond voor de poort
en die had maar één wens, namelijk Amoton Memaos, vurig verlangend. En hier heb je wel het perfectum, die zat vol vuur te azen om te Makestai, om te strijden met wie, dan daar krijg je de naam Achillei. En dan heb je dus de vergelijking gehad met de ster. En als je nou je afvraagt van waar komt ons woord hondsdagen vandaan, nou daar vandaan, dan worden je gordijntjes witter, de was wordt witter en de voedselwaren die bederven sneller. Maar die is allemaal kennis van later. Hier even het epische te centraal in deze passage en de vergelijking van de ster zoals Achilles zo aankomt en de schittering van zijn bronzen panzer. Dan hebben we toch een leuke start van boek 22. Kunnen we zo meteen verder.